Ik ben Sanne Vernet, ik ben 33 jaar, ik woon sinds kort in Hoofddorp en ik werk sinds 3 jaar op de Eidoorschool. Ik ben intern begeleider en als intern begeleider adviseer je en ontwikkel je beleid ten behoeve van leerlingzorg, de leerling, de kwaliteit van de school. Ik ben ook verantwoordelijk voor de leerlingzorg, dus ik kijk wat leerlingen nodig hebben, waar de behoeften liggen. En waar ik ze extra in kan begeleiden. De begeleiding geef ik niet zelf, maar daar kijken we voor welke externe we in kunnen schakelen om aan die behoeften te voldoen. En ik coach en begeleid ook leerkrachten bij het hele proces. Ja, ik ben heel ambitieus en ik vind het ook heel belangrijk om mijn ambities na te streven. Zo wil ik eigenlijk ook het beste uit kinderen halen. Gewoon kijken waar ze het meeste kansen bij kunnen krijgen en hoe we die kansen het beste kunnen benutten. Ik heb bewust voor deze school gekozen. Het staat voor de waarde waarvoor ik sta. Kansengelijkheid vind ik echt een hele belangrijke waarde. En daar sta ik ook echt voor. Daarin de gelijkheid vind ik heel belangrijk. Of een kind nou iets meer nodig heeft op rekengebied. Of bijvoorbeeld iets meer nodig heeft op het sociaal-emotionele gebied. Dat we daar met z'n allen en met de ouders, ook de leerkracht en met de gehele school omheen kunnen staan. Mijn droom voor het onderwijs is dat iedere leerling, ongeacht waar je vandaan komt, een gelijke kans krijgt.